CBN Prime Alert van woensdag 17 februari 2016. Uw aandacht voor de headlines. Kwelderproject Weg naar Zee vordert gestaag. Zandzakken moet bedevaarts- en crematieoord beschermen. Happy restaurant gesloten vanwege onhygiënische situatie. Rubia uit Wangpiepel overleden. Vuildump achter pompgemaal Indira Gandhiweg. Vermiste Akshay weer thuis. Weg naar Pusugrunu zal zowel positieve als negatieve zaken met zich meebrengen. Weduwe Ramkelaven, mijn man is een held. En antieke klokken gestolen bij inbraak. Wij ontmoeten professor Sionaat Naipaal hier wederom met de Weg naar Zee en weer helemaal onder de modder. We staan er hier bij zijn welbekende kwelderproject. Professor, hoe gaat het met u? Dank u wel, goeiedag. Goed hoor. Hoe loopt het thans met het project? Op zich wel positief, laat me eerlijk zeggen. Als ik niet eerlijk zou zijn, zou ik zeggen zeer positief. Maar het is positief. Na de laatste keer, en dat is enkele maanden geleden, toen we u het laatst hadden gesproken over dit project. Wat is er daarna allemaal nog bij komen kijken? Wat is er daarna nog allemaal gebeurd? Wat er nu op dit ogenblik is, in vergelijking met de laatste keer, hadden wij dus een situatie van milder wind, niet zoveel opstuwing. Want de harde wind waait, de hoger de opstuwing zal zijn, de grotere de golven zullen zijn en de meer opwoeling, meer afkalving, meer erosie. Nu heb je een situatie waarbij de wind noordoost soms af en toe helemaal noordgericht is. Als gevolg waarvan hevige winden tot om soms 40 km per uur. En dat als samenvalt met springtij, dat bij volle maan en bij nieuwe maan, dan kunt u best voorstellen dat het water over deze barrières gewoon overheen gaat. En dan krijg je een hele hoop turbulentie, heel veel vloeibaar modder dat in feite opgehoopt was. Die gaat dus in feite in suspensie weer terug en dan kan met de dwarsstroming, dus met terugstroming, weer weg. En dat is gebeurd voor een groot deel. Maar een groot deel van het opgehoopt sediment was in staat geweest verder te consolideren, verder te verharden, verder te verdichten. Want dat sediment dat u had gezien, dat is dus aangespoeld met het water gekomen, waar heel veel water zat. Naarmate hij dikker werd, gaat hij door zijn eigen gewicht verdichten, compact worden. En datgene wat dan vaker onder de zon kwam te liggen, is dus goed verhard. En die is nog steeds gebleven. Dus harde wind en hoge zeespiegel of waterstijging, dat heeft geen nadelige invloed op dit project? Het heeft weliswaar, hè, heel veel. Want dat nogmaals, dat deel dat niet verhard was, dat vloeibaar is, dat is weg. Maar dat gedeelte wat verhard is geworden, die is gebleven. Dus een deel, groot deel is gebleven. Dat erosie is nog steeds gaande daar ter plaatse, maar dat hele stuk erachter is nog altijd vrij intact gebleven. Is er uitgebreid? Hebben jullie meerdere plaatsen nu van de kwelders geplaatst? Nee, nog niet. De bedoeling is inderdaad om hiermee door te gaan, omdat tot nu toe, het is 6 à 7 maanden, tot nu toe hebben we echt positieve resultaten gezien. En we staan nu midden in de kleine, droge regentijd. Je weet niet precies wat het is. Maar wat duidelijk is, dat de wind van het noorden komt. Met heel veel kracht en met heel veel geweld. Dat komt in feite met grote golven aan. En we staan dus midden in die periode. En dat betekent, als we die periode dus voorbij zijn gegaan, dan komt daarna rustige maanden met lagere windsnelheden, met lagere opstuwing, met kleinere golven. De windrichting gaat ook draaien, die van noordoosten gaat in verder zuidoosten komen en we verwachten dan weer terug de sedimenten aankomen. Dus als we deze periode voorbij zijn, dan komt er weer nieuwe modder aanwas aan en dat is wat we in feite willen. We willen dat dat modder dat aanspoelt jaarlijks, in de tweede helft van het jaar vaak, dat deel van het modder achterblijft en niet alles weggaat en nog meer weggaat. Dus we willen de balans in feite breken door deze kwelder. Ja.
Heer Naipaal, professor Naipaal, ik wil iets toch wel even recht trekken. En dat is dat ik kort geleden een vraaggesprek heb gehad met een bewoner van de Brantimakkaweg. En dat is dan de weg verder. En die meneer die geeft aan geen hel te zien in mangroves. Waardoor zoutwater zouden zij toch aangetast worden en uitdrogen. Mogen uw reactie hierop? Is het werkelijk zo dat in feite mangroven geen antwoord kan bieden op de damage of ja, problemen wat we hebben met water, zeewater? Ja, laat me dit zeggen. Mangroven is geen wonderplant. Hè? En als je te dichtbij bent, mangroven staat in feite in het water. Komt bijna afhankelijk van waar je ligt, bijna 2 keer dagelijks onder water. Dus mangroven is geen dijk. Er moet een zone zijn die ervoor zorgt dat de golven in feite afbreken, waardoor erosie niet plaatsvindt. Maar geen inundatie. Inundatie dus onder water komen te staan. Gebieden zullen onder water komen te staan indien je te dichtbij bent. Er moet een zone zijn. En niet als je paalrecht, paal achter de kustlijn bevindt. Mm-hmm. En Brantimakkaweg is paal achter de kustlijn. Gaan dit zich herhalen? Gaan deze dingen zich herhalen? Gaat het water gewoon binnenstromen? Waar u hier op de doen staat, komt water gewoon bij vloed en bij hoge golven gewoon overheen. En als het hier weggewassen, zoals u daar ziet. En zijn sporen achtergelaten en we verwachten waarschijnlijk dat het zal gebeuren. Dus de palen dus, die hier geheid zijn, die heeft in... Ja. Dat kwam gewoon overheen. Okay. Het slaat op de palen. En de palen zijn niet... is er niet een systeem dat het energie opneemt. Hè? Dus het gaat terugkaatsen. En datgene niet dat overheen komt, komt op straat. En bij hun komt in hun... In hun landbouwpercelen, onder hun huizen. En daar hebben ze problemen, omdat ze te dichtbij zijn. Er is geen zone, geen buffer, dat het water opvangt. En deze buffer willen we maken. Willen we terugbrengen. En we noemen hem rehabilitatie. En het buffer, daarin zit mangroven. Dus dat is niet alleen mangroven, maar het is een totaliteit die je moet bekijken. En ik denk dat men totaliteit een beetje mist. We praten over met de kwelder een buffer. Want we gaan, als we nog, deze buffer is 150 meter lang. Mm-hmm. Als we nog 2 en 3 maken, dan zitten we bij 450 meter. Dat is een buffer. Dat wanneer het water komt binnenin, dan gaat hij langzamer worden. Hij gaat heel veel resistentie krijgen, weerstand krijgen, totdat hij kalmeerd wordt. Maar dit water kalmeert niet. Hij slaat tegen de muur en gaat over de muur heen en dan wast hij alles hier weg. En dan krijg je problemen inderdaad, want je bent te ver. Wat we doen hiermee is niet alleen maar mangroven planten of mangroven willen planten, maar we proberen een buffer te creëren. En deze is nodig. En daar werken wij. Ja, heeft u de afgelopen maanden mensen achter u zich kunnen krijgen voor wat dit kwelderproject aangaat? Want het heeft toch een moeilijke start gekend? Ja, het heeft een moeilijke start gekend. We hebben ook veel ondersteuning gekregen. En ik denk dat er steeds meer mensen in beginnen te geloven. Want mensen komen kijken. Daarom hebben we de locatie hier gekozen. Dat iedereen die eventjes denkt van luister, ik heb wat tijd. Ik wil wat rijden of relaxen. Ze kunnen hier komen kijken. Vooral bij de droge tijd. Ik bedoel wanneer het eb is. Mogen ze komen kijken. Voor iedereen is toegankelijk. En iedereen heeft een mening. Maar nogmaals, als je vanuit de straat gaat kijken, ga je minder zien. Maar als je het daartoe zou brengen, zou je anders gezien hebben. Okay. U bent heel primitief gestart. We hebben u meegemaakt. Alles ja, met de hand. Ja. Is er enige modernisatie gekomen nu in het project, in de werkzaamheden? Ja hoor, dus wat wij gedaan hebben nu op dit ogenblik. In het begin liepen we door modder heen. We sleepten alles. Ja joh, dat is een tijd geweest. Nu hebben we een kleine eerbootje gemaakt. Samen met de studenten vanuit België, met Surinaamse studenten, met wij samen. We hebben iets bedacht en hij doet zijn werk. We kunnen dus nu naar het veld, op het modder en ook tijdens deze hoge golven. Maar we moeten echt voorzichtig zijn, we doen dat niet. Vooral wanneer het droog is, daar gaan we dus in feite. We hebben dus nu dit. En we zijn nu bezig te bekijken op welke manier wij een soort heestinstallatie kan bouwen, maken waardoor het gemakkelijk gaat. Want het is wel goed om zo'n excavator te hebben, maar dat kost ook een fortuin. Een hele hoop geld moet je hebben om dat in handen te krijgen. Dus we denken
Is er een mogelijkheid, is er een techniek bedenken? Is het innovatief, hè? Is innovatie. We willen graag iets hebben dat goed werkt, kwalitatief hoog is, een beetje goedkoop is, laten we eerlijk zijn, en dat betaalbaar is en door ons beheersbaar is. Financiën was ook een heel groot probleem. Hoe zit het nu daarmee? Op dit ogenblik wordt gekeken naar fondsvorming. Ik wil het gras voor de voeten van CI niet wegmaaien, maar CI is bezig om fondsenvorming te doen. Dus we hopen dat, CI, dat is Conservation International Suriname, die zijn bezig dus om fondsenvorming te doen. Ik hoop dat het lukt en ik hoop dat andere donoren en anderen die het best wel hebben, hierin ook kunnen participeren en ondersteunen. Want het lijkt een hoop geld, maar het is weinig. In die zin is van dat bedrag? Dat bedrag, het begint van klein tot groot. We hebben hier dit gedaan met 15.000 US dollars. Het is een areaal van 150 meter lang, 200 meter breed. Het beslaat een behoorlijk groot terrein hier. En het beschermt een hele hoop erachterop. Ik zie wat blanke studenten nu hier. Van wie heeft u ondersteuning? Dat zijn dus jaarlijks komen bij mij studenten vanuit Hoogend België. Okay. Of Katholieke Universiteit België. Is maar, een stageproject? Dat zijn stage, dus hun eindproduct komen ze hier doen. Eindverslag. En dan kan ik hun inzetten voor werkzaamheden. Want de herinstallatie gaan zij nu designen, ontwerpen, doorrekenen enzovoort. Want dit is ook door hun uitgerekend enzovoort. Dus de onstudenten hebben ook meegedaan daaraan. Maar op deze manier kunnen we samenwerking dan iets goeds doen. Niet alleen maar zeggen van jongens, ja, we gaan iets mooi project bedenken. Maar bedenk iets dat gebruikt kan worden. En dat ook, net wat ik gezegd heb, betaalbaar is, gebruikbaar is, beheersbaar is. En dat kijken we naartoe. Ja. Professor Nijpal, ietsje verderop zie ik wat zandzakken. Wat is de functie daarvan? Ja, de zandzakken worden gebruikt bij noodsituaties, wanneer dijken doorbreken of wanneer overstromingen plaatsvinden enzovoorts. En ik, hier waar de zandzakken staan, daar heb je bij de laatste nieuwe maan had je de overstroming. Het water ging over de dam aan deze kant. En een groot deel begon al te eroderen, af te kalven. Sorry. Ik denk dus dat op dit ogenblik, men heeft dat gezien, openbaar werk heeft gezien. En de verwacht, ik vermoed en ik weet dat openbare werken het in feite hier heeft neergezet. Wie dat Soelas? Net als ik zei, het is een noodsituatie. Mm-hmm. Je zal moeten kijken, want we weten niet hoe de waterstanden zich zullen gedragen binnenkort. Ik verwacht dat 22 februari is een volle maan. Maar 8 maart is een nieuwe maan. En bij nieuwe maan zijn de waterstanden ietsje hoger dan bij volle maan. En ik denk dat deze periode dus gekeken wordt. Wat de verder plan is van openbare werken, dat weet ik dus in feite niet. Maar dit is een noodoplossing. En ik denk dat deze noodoplossing dus op dit ogenblik wel soelaas moet gaan bieden. Ja, maar ik zie dat in bepaalde gevallen noodoplossingen soms gezien worden als de oplossingen. Want dit hier, de palen die geheid waren, is ook een noodoplossing. Maar die blijft nog, we zien verder niets meer gebeuren. Ik bedoel deze palen, ja. Niet mijn... Nee, niet de palen, okay. Deze palen hier. Ja. Ja, dus ik weet niet wat verder gedaan zal worden. Dus echt waar, ik ken de plannen van openbare werken niet. Ja. Maar dit is duidelijk en altijd en ook buitenland, overal gebruikt men. Wanneer de rivieren ook buiten oever strijden, dan worden ook zandzakken gezet enzovoort. Deze zijn ietsje zwaarder om te voorkomen dat erosie in feite plaatsvindt. Want tegen zoiets, want het zijn niet alleen maar zandaren, maar ook stenen enzovoort, om gewicht te geven. Dus het helpt wel, maar nogmaals, het is een noodoplossing zoals ik het zie. Ja, professor Nijpal, terwijl u daar bezig bent in het water met toch wel bescherming van dat stukje milieu, hindert dit u niet dat men overal hier een beetje vuil dumpt? Ja, het is... Als je zo achter je omkijkt, dan... Nee, en de hele... Het is niet leuk, het is echt niet leuk. Maar het is niet dat zij hier allemaal dumpen. Heel veel komt van een tsunami-rivier. Het is de stroming opgeworpen door de zee.
En inderdaad komen ook mensen, ik heb het ook gezien, maar veel, veel petflessen, deze wat u hier achterop ziet, het is dus in feite door het water opgeworpen. En het is niet alleen door de mensen hier, maar ook uit Suriname rivier komt er heel veel vuil naar buiten. Ik denk dat wij niet lokaal moeten zien, maar ook landelijk moeten zien. Dit probleem is landelijk. Hoe bevorderlijk is dit voor ons milieu? Dat weet iedereen. Dat is nooit bevorderlijk. Niet alleen voor de ogen, niet alleen voor de mensen. Iedereen die van buiten komen, van binnen komen. Ja, kijk, de mensen die hier wonen, die zijn een beetje gewend eraan. Ze schoppen tegen en gaan door. Maar mensen, er komen heel veel mensen van buiten ook. Hè. Heel veel toeristen komen hier kijken. Want het is makkelijk, het is toegankelijk, het is heel veel. En sommige mensen kunnen vogels komen kijken, vooral in de middaguren. Het is... Maar als je nu dit allemaal hebt en ook niet onderhouden situatie, dan is het erg slecht. Ik vind het niet leuk, maar wat kunnen we aan doen? Misschien kunnen we studenten of scholen vragen om allemaal op te ruimen, maar als je opgeruimd hebt, wat ga je verder mee doen? Dus er is een hele keten die je in feite moet bekijken voordat je dus goed alles in kaart kan brengen. Maar ik ben met u eens, u ziet het. Ik vind het niet leuk, ik vind het ook niet leuk, maar ik denk dat hierop toch duidelijk goed antwoord moet komen, want het is over het hele land. En na het vraaggesprek met professor Siunat Naipaal praten we dan ook met de heer Ramon Bainaat. En hij is de voorzitter van Bedevaartsoord Weg naar Zee. Heer Bainaat, we zien wat zandzakken hier geplaatst door het ministerie van Openbare Werken, begrijpen we. Wat vindt u hiervan? Vindt u dit toch wel een goede stap van het ministerie van OW? Zeker wel. Kijk, wij van het Bedevaartsoord hebben dat geld niet om dit te doen. En de minister is steeds prijzenwaardig van de minister dat hij toch probeert om het die weg van het Bedevaartsoord, die leidt naar het Bedevaartsoord, te beschermen. Dat is het weg zelf. En punt 2, als dit niet zou zijn, zouden ook de percelen van die mensen hier onder water gaan lopen als dit niet geplaatst wordt. Dus dat de minister dit doet, ben ik heel blij. Het is zijn voorganger, meneer Parmeester, gezegd dat het Bedevaartsoord verhuisd moet worden. In tegendeel zie je dat deze minister wat best zijn best doet, hoe dan ook, wat noodoplossing, maar toch hij doet wat om de weg naar de Bedevaartsoord te beschermen. Ja, waarom is het op deze locatie geplaatst? Daar heb ik het hier over. Is er misschien zo geweest dat kort geleden het water hier eroverheen is gekomen? Ja, de laatste 2 dagen, 8, 9 februari afgelopen, is het waren hoge golven met sterke wind en is het water gewoon overgelopen met die rommels, je ziet die petflessen enzovoorts, alles. En hier vooral, dat is niet alleen hier, rondom Bedevaartsoord, waar ik ook had verhoogd, is het water door die golven overgekomen, maar niet zodanig als de vorige keer of vorig jaar, 19 februari. Maar het water was wel overgekomen, maar het Bedevaarts is bespaard gebleven, want het water is niet, de dijk is nergens kapot gegaan. Hè? Maar door die verhoging heen is het water overgekomen en hier, dit ook zelf, je ziet de palen, is van vorig jaar. En het water kwam gewoon over en met de gevolgen die rommels ook zijn gekomen. Dus dat de minister dit doet is zeer prijzenswaardig. Nogmaals, dank aan de minister dat hij dit doet. Maar is dit voldoende? Ik bedoel deze ruimte hier of zou het over de volle lengte geplaatst moeten worden? Als het werkt moet het eigenlijk de volle lengte geplaatst worden. Maar ze hebben het wel bij de kermaasjoord gedaan. Ik zie dat het wel werkt. Mm-hmm. Dus zij zijn deskundigen. Ik ben wat dat betreft ben ik geen deskundige. Maar als ze dingen hebben ze uitgeprobeerd en misschien het heeft gewerkt. Daarom doen ze dat als gewoon niet zoveel geld gaan investeren. Dus ik hoop dat dit gaat helpen als ze de hele lengte over de weg gaan doen. Het hangt van het kapitaal af. Hè? Dus als ze kapitaal hebben, eigenlijk moeten ze het doen. Om, behalve de weg naar het Bedevaartsoord die leidt en dat die percelen aan deze kant, waar ik nu sta, ook beschermd wordt. Want als water hier komt, gaan de percelen onder water lopen. Dus Bedevaarts is nog op afstand. Daar heb ik wel begrepen dat er wat data's zijn waarvoor jullie toch een beetje vrezen. Ik heb begrepen 22 februari en misschien 8 maart weer, volle maan, nieuwe maan. Ja, dat is normaal. Hè? Als het geen nieuwe maan hoge golven is, dan is het volle maan. Mm-hmm. Dus dat verwachten we. Kijk, vorig jaar hebben we ervaring. Deze tijd februari, en dan is het weer juni, hoge water staan. Dus ik heb een getijboek, dus daar staat alles geschreven. Okay. Daar kunt u precies kijken wanneer het hoog water is. Mijn Nepal die zegt 8 maart is het weer hoog water, dus kan het zijn volgende maand. Maar soms verwacht je dat, maar dat is het toch niet. Maar afgelopen
afgelopen 8, 9 februari was het wel hoog water met hoge golven. Dus, en dat is ook de gevolgen van zeespiegelstijging. Hè? Dus dit is een gevolg. Dus als het water niet hoog was, zou het niet overkomen. Dus de zeespiegel stijgt automatisch. Dus we gaan dit krijgen, we gaan blijven krijgen. Dus nogmaals, dat OV wat doet naar gelang hun vermogen, ben ik heel blij voor de minister. Ik zie dat de zakken nog allemaal wit zijn. Dus dat betekent dat vanaf de zakken geplaatst zijn, het water niet eroverheen is gekomen nog. Nee, dit is een paar dagen. Nu is het laagwater, hè? Dus kwartier geworden. Wanneer is dit precies geplaatst? Dit is eergisteren geplaatst, okay. Van de week nog. Okay. Dus het water, dus nu is het, het zeewater komt niet zo hoog. Dus na dus 8 maart, 7, 8, 9 begint het weer hoogwater. Mm-hmm. Dus dan gaan we weer kunnen zien of het, maar nu is het schoon, dus het water is niet overgekomen. En de zakken die daar zijn geplaatst, aan de overkant? Die gaan ook langs de... Oh, die komen ook allemaal hier? Ja, langs, okay. Langs die palen hier, langs de zeedijk. Dus... ja, de minister doet zijn best. Ik ben heel blij. Nogmaals, dank aan de minister. Kijkers, we zijn een beetje een kijkje komen nemen om te kijken wat er hierin geplaatst is. En we zien dat het gaat om cement, welke allemaal opgedroogd is en in deze zandzakken zijn geplaatst. Nou, we hopen dat dit toch wel antwoord kan bieden tegen wat meneer Bainaat en de professor allemaal hebben aangegeven. Dat er binnenkort weer momenten zijn waarop het water toch wel heel hoog zal staan en weer dat het water weer hoog kan staan en dat we weer wat problemen hier krijgen. Maar ik hoop dat deze zandzakken toch wel wat soelaas kan bieden. En zoals de heer Bainaat het heeft aangegeven, zijn deze zakken van de week nog geplaatst. En het ligt in de bedoeling, zoals we zien dat er daar nog zakken zijn geplaatst, neem ik aan dat het in de bedoeling ligt dat er misschien nog een aantal zakken hier komen te staan. Happy Restaurant aan de Martin Luther Kingweg is vandaag gesloten tot nader orde. U ziet het ook aan het bordje welke hier geplakt is. Woensdag 17 februari 2016 vanaf heden gesloten. Gesloten tot nader orde. En de reden van de sluiting van Happy Restaurant is het feit dat bij inspectie door de verschillende daartoe bevoegde instanties enorme vuil zowel buiten de restaurant als binnen de restaurant is aangetroffen. Wij spraken hierover met mevrouw Esseline Sané. Zij is resortleider van bestuurskantoor Livorno. Verder nog Gautam Jagister, buurtmanager van Livorno. En het waarnemend hoofd van VOV, mevrouw Claudia Maatsen. En zij geven elk aan aandeel welke zij hebben gehad bij opruiming, maar ook de sluiting van Happy Restaurant tot nader order. Mevrouw Maatsen, kunt u uw deel aangeven? Ja, goedendag kijkers. Na vele klachten van buurtbewoners en de resortraad van Livorno hebben we gemeend over te gaan tot acties. Er zijn winkeliers die ongecontroleerd vuil plaatsen en wij zijn afgegaan op wat ons aangaat, maar we hebben de andere diensten ook bij betrokken, bestuursdienst, milieupolitie, de buurtmanager. En wat je aantreft is niet wat je gedacht had. Wij hebben ons geconcentreerd op vuil, maar het is meer dan dat. Dus ik ben blij met de ondersteuning van de andere diensten. En het moet ook een eye-opener zijn naar de andere restaurants en winkeliers en de gemeenschap. Dat ze zorgvuldig om moeten gaan met hun omgeving en met vuil. Heer Jagister Gautam, wat is het aandeel van de buurtmanager? Ja, nogmaals, goedemorgen. Ja, de buurtmanager. Ik werd gebeld vanmorgen, dus ik ben komen assisteren ter afsluiting van dus deze restaurant hier. Want men heeft een onhygiënische situatie geconstateerd. En u weet, dat kan niet, vooral met Zika-virussen en zo. Dus dan zijn we van oorzaak om te sluiten. Diana Gangaram Pandey, die in de film One People de hoofdrol van Rubia vertolkte, is overleden. Zij is 67 jaar geworden. Rubia werd enkele weken verpleegd in het ziekenhuis.
Gangaram Pandey werd razend populair als Rubia. Tegelijkertijd is haar leven onder andere door deze rol aangrijpend veranderd. Dat heeft ze steeds in verschillende interviews kenbaar gemaakt. Zij heeft heel veel leed ondergaan na de film. Gangaram Pandey werd in 2014 ontvangen door president D.C. Boutersen. Hij sprak zijn erkentelijk uit over de rol die zij vervuld heeft in Wang People. Diana Gangaram Pandey is vandaag in familiekring gecremeerd. Bij het vraaggesprek gisteren met mevrouw Claudia Maatsen, het waarnemend hoofd van VOV, had zij aangegeven dat zij de komende periode de verschillende buurten in zullen trekken om wat inspectie te voeren, vooral na de vele klachten die men krijgt over vuil. Men is vandaag op stap geweest en een klacht die men kreeg was hier aan de Indira Gandhiweg, niet ver van Fernandez Bottling Company en hier de pompgemaal. Mevrouw Maatsen, we hebben samen met u een beetje rondgekeken. U werd hierop geattendeerd. Door wie? Het zijn klachten die gewoon via de klachtenlijn binnenkomen, ook vanuit het secretariaat van de minister. Hoe men omgaat met vuil en waar men illegaal vuil dumpt. En we zijn vandaag polshoogte komen nemen en we merken wel dat de mensen wederom niet zorgvuldig omgaan met hun vuil. Ons milieu wordt vervuild en de trends wordt vervuild. Als het regentijd is, raakt de trends verstopt door ons mens handelen. Dus bespreking met de milieuafdeling van Openbaar Groen zullen we samen kijken hoe we dit gaan aanpakken. Want we kunnen het niet met een grijper uit de trends halen. Dus we kijken samen hoe we het gaan oplossen. Maar is er ook aangegeven wie hier waarschijnlijk vuil dumpt? Uit ons onderzoek hebben we nog niet kunnen vernemen wie dit vuil gedumpt heeft. Ja. En als u een beetje zo hebt rondgekeken, om wat voor vuil gaat het? Gewoon huisvuil, geen grof vuil, hè? Het gaat het meest om huisvuil. En als dit niet aangepakt wordt zoals u aangeeft, komt hij dan in de trends hier terecht en bij regenval zorgt dit vaak genoeg toch wel voor verstoppingen en dit maakt dat mensen dan klagen. Maar terwijl dit, zoals u aangeeft, komt door menselijk handelen zelf, zij gooien. Klopt. Doordat men niet verantwoordelijk omgaat met hun vuil, krijg je dit. Vooralsnog doen we wederom een beroep op de buurtbewoners hun vuil te plaatsen op de vuilophaaldagen. De tijdstippen zijn aangegeven. 5:00 op de maandag doen we het noorden aan. Op de dinsdag doen we het midden aan. En op de woensdag doen we het zuiden aan. We vragen de buurtbewoners hun vuil 5:00 te plaatsen omdat de vuilophaal om 6:00 langskomt. Graag vragen we ook dat ze geen takken voor ons plaatsen en ook geen grof vuil. Dat neemt de vuilophaal niet mee. Maar dergelijk vuil wordt wel meegebracht? Klopt, dit vuil wordt normaal wel meegenomen. Ja, dus het heeft geen zin om het in een trens of langs de trens te gooien. Als men het gewoon langs de weg zet, wordt dit wel weggebracht? Klopt, dit wordt gewoon meegenomen als men het op tijd plaatst. Als men het laat plaatst, gaat het langs de straat blijven staan als de vuilophaal al langs is geweest. De 19-jarige Akshay Ramlakhan, die vanaf 10 februari 2016 werd vermist, is weer huiswaarts gekeerd. Het waarnemend hoofd bestrijding zware criminaliteit die verzocht enige tijd de opsporing van de vermiste Akshay Ramlakhan.
Lakshay is geboren op 14 mei 1996 en deze tiener is wonende aan de Tutlifo Middenweg nummer 93 in het district Wanica. Ramlakhan Akshay vertrok op woensdag 10 februari 2016 omstreeks 6:30 in de ochtend om naar het werk te gaan en was sedertdien niet huiswaarts gekeerd. TBN Prime Alert bracht vandaag een bezoek aan de familie en kreeg van moeder Ramlakhan te horen dat Akshay weer thuis is. De familie die wilde geen interview afstaan of wilde niet graag aangeven. Van de familie kregen wij toestemming om beelden te schieten en zij hebben off-camera verteld dat de tiener Akshay thans verliefd is op een jonge vrouw en het blijkt dat deze twee zich hebben opgehouden een week lang ergens aan de ringweg. De familie vertelde Prime Alert dat zij vanaf de vermissing van deze jongeman dagelijks families en overal is langsgegaan, gebeld heeft om te weten waar deze jongeman mag zijn. Hij werd ook gebeld, maar hij nam niet op totdat de familie een doorbraak kreeg van een bron dat deze jongeman en zijn nieuwe vriendin zich ergens ophouden aan de ringweg. Akshay heeft zijn moeder beloofd dat hij dit niet meer zal doen. Dus nogmaals, de vermiste Akshay Ramlakhan, die vanaf woensdag 10 februari 2016 werd vermist, die is weer huiswaarts gekeerd. De bestrijding zware criminaliteit, forensische opsporing van het Korps Politie Suriname, die had vanaf gisteren een opsporingsbericht geplaatst van deze jongeman, een vermissingsbericht geplaatst van deze jongeman. Maar het is niet meer nodig dat de gemeenschap uitkijkt naar Akshay Ramlakhan, omdat deze jongeman weer veilig thuis is. Gramang Leslie Valentijn der Matuariërs heeft zich sinds zijn beëdiging in 2011 ingezet voor de weg naar Pusugrunu. Hoewel men er in het begin weinig geloof in had, moet men het nu wel gaan geloven. De verbindingsweg naar Pusugrunu begint 5 kilometer voordat je bij Achoni aankomt. Deze verbindingsweg is nu al voor ongeveer 30 kilometer aangelegd. Naar schatting rest er nog een afstand van ongeveer 14 kilometer dat opengestoten moet worden. En daaraan wordt er met man en macht gewerkt. Maar de weg naar Pusugrunu, ofschoon dat met alle enthousiasme wordt gedaan, hebben volgens bepaalde personen toch wel zowel positieve als negatieve kanten. Dat is door de DC, maar ook door een vertegenwoordiger van het Amazone Conservation Team aangegeven. Als de positieve kanten ziet men de kostenbesparing, terwijl een van de negatieve kanten kan zijn de criminaliteit die in dat gebied kan toenemen. We voeren u naar de DC, als ook naar een vertegenwoordiger van Amazone Conservation Team die ingaat op zowel de positieve als negatieve kanten van de weg naar Pusugrunu. DC, want je het kaart kon niet? Ja, dankjewel. Mijn groet naar Safe me ook toe. Weet je dat Matawai tek een big stap voor ontsluit een Matawai gebied? Soort zijn de ontwikkeling die je die gebied aan het pissen ook? Nou, af de belangrijk wang die je dat eigenlijk een passie odoro naar Pusugrunu. Nou, ik denk dat het massa op grond is. Dat is prani. Dat is een mogelijkheid om te doen voor een bepaalde afzet. Dat is mogelijk dat je kan verdienen als dat is prani. Dat is een moment dat je mogelijk.
want is op de hoge transportkosten. Je noemt een paar 8000 SD, kon ik ook een paar kan de 50 SD door een foto, voor verdien 2000 SRD. Dus dat is nou een van de belangrijkste dingen, samen met die dingen, die meer te capaciteit door inderdaad. Ik district moeder, ik ben voor het district. Ik denk ik dat ik een winnie maak is dat ik zie. Maar zo ik doe, ik DC, voor je hebt dus maar inderdaad dat ik begrijp dat ik moet benutten aan occasie DC. Voor betekenen. Vanaf het begin die de doro tak do begin aan een gemeenschap bos en een gemeenschap bos eigenlijk amoro belangrijk zijn ze de want doen af a passie sa doro dape. Mi denk ik tak hoor gesprekken aan een traditioneel gezag. Voor legde uit zijn een belangrijke rol sa a passie ochar kon natuurlijk ab voordelen, maar ook to nadelen. Ik kan denk ik de criminelen sa ook to kan ik gebruik van passie. Maar natuurlijk hoe informeerd is, maar samen met het traditioneel gezag, hoe tak hoor, want tak me kan dragen, dus maar bereid ervoor dat een nieuwe ontwikkeling zou komen met ding. Ja. Fa, jullie en de man van de bestuursdienst, is hij ook om kan dragen, dan het traditioneel gezag, voor gomitie, a participatie, dus maar fa wat doen? Nou, één woord gezegd, heel simpel, if a samenwerken aan het traditioneel gezag nodig, alles aan de lam in het gebied. Aan moes voeden, aan presparis aan. Omdat deze maar bij Abi aan de traditionele wijze, die bij Abi tak naar traditioneel gezag, naar de voormangsa en leiding. Dus als je collega bestuurdienst in het gebied, natuurlijk kan het ook belangrijk zijn, zijn tak naar de communiceren naar het traditioneel gezag. Langer, deze maar moet dat ik kan gebruiken voor apasie. Die met tak nanga ondernemer tegen met taki hoog uit april eind april apasi lever dus ook carrego doro na adoro pusugruno. Kaba april da ook kan confir afesa na pusugruno fa apasi oshi dan uit. Lek fa ireko na precies zo we hopen dat als adoro tena pusugruno en natuurlijk later achteraf na ook aan tak ook doen nanga owe tak apoto ano mek apasi owe nanga ero mek apasi asfalteer voor de eigenlijk wang passie die u saba foto. Deze heer grondtapu effectief voor behou busi en u zit ook matawai teke stap voor me kwam passie pur om een bon. Natuurlijk, a ontwikkeling ego gepaard na ngap chin so verlies. Maar a passie, a sosorei kona pusu grunu of we me gebruik voor de economische, we benut de economische kanten voor ze, passie, we mobiliseren ze maar dat hij dan kan beginnen plan taki ai bakaf diali, mijn lekte foto, mijn desea passie en mijn liefde aan bijdragen. Is dat al gepland? Ja, dus eigenlijk heeft mijn bemachtig zo alle de lezen zou bekomen om mijn lezen te lopen of varen op passie. Je jere des maar heb ik gelegd uit dat ik ook met een kamp of denja dat ik prana zei passie. Alle de soort toestanden dat ik. Maar natuurlijk naar een gemeenschap bos. En te jere gemeenschap bos, dat je heb ik denk dat ik money voor charco in haar kas. Maar dat naar een tweede traject zou ik de ons doen met kandra voor dat ik vader kan doen op een duurzame manier voor toch wel een busje nog helemaal lassen. Roep des maar. Voor ACDC die zijn met karde, met bari, een gemeenschap voor Matawai, Odi en met karding. Tak Matawai bigi e wakap chinso. Matawai tibe yere Matawai, na je denkt dat sana Matawai, pe Matawai de soort safe ground tapade. Maar nono je ziet daar ikona picture. Opo kombaka vooral unu jong wang. Die naboam tje osso ete in het dorpo, opo kombaka, me gebruik voor aangelegenheid, tak wan passie de nono inaf, doro tuwiki moro baka tuwiki, inaf pay kan de 10.000 moro voor doro, maar konko go gesamelijk voor bouw Matawai op, en feti na ontwikkeling voor ook to voor kanchar, u Matawai kwa hei. Fa den hoorzetting voor jou resort beshidere? Alla de hoorzettingen die hoor ik aan de nono nog steeds bezig. En met moeite voor hoor doof uno eten aan op vinden plaatsen omdat we geen geld hebben. Maar de meeste hoorzettingen die ik mee maak, een van de belangrijkste is dat de takken naar kruiden over een passie, de na mogelijkheden, de hoge transportkosten, dat de allerlei bakken die afvoer trouwens. Maar normaal kunnen dat er, omdat de medische zending ja, en bepaalde de dressie de normaal vinden aan medische zending. Dus alle de soort zijn dat je kies bakken naar de hoorzettingen, naar plannen, soort plan, dat je dien in.
Ik voel me nog klaar in de hoorzitting. Wat doen we op een resortplan? Want eind februari is mijn abemboom. Dan om din na RO. Nou, we zijn nu bezig. Naar de RR. Voel ik vaak toch wel een ondernemer. Mijn manier is om een ondernemer te leveren. Want een bijdrage. Want de hoorzitting moest voorkomen. Maar nu maak ik druk. Het komt zeker. Omdat de meeste RR-leden voor nu dit tap zichtbaar. Het enigste zijn die zijn doen. Met moeite met de vinden om een transport voor de kom bij elkaar. Kaar desma, mobiliseer desma. En dat heeft in de plaats. Dus een resortplan komt wel vroegtijdig. En dat is mevrouw Parahu van Amazon Conservation Team. Wat is het kaar konijn? Ai, met die grantangi dat ik gima okasi. Dat ik kwam zijn te demanden. Mishitaki de nape agraman kon lukufa en uroko e wakana a passifu matawai. Sana rol fiu eigenlijk na hier gebeuren dus? Ja, dus Amazon Conservation Team begin roko na matawai kon resma. Kantaki no want 2 jaar bijna. Wang orga fu dape neng stichting Afiti Mall actie jepief na unuse fu Miki wang wan plan fa matawai kan sitting kon repressie en wan boom fasi fu chawa ontwikkeling kong. Dus apis dati asite yep desma fu praxeri na Miki karta. No, yo abi a ervaring nanga matawai. Sang apa si disi wan tak nanga yo? Ya, well na if meluku asiti si da amatak dat na any momenti ukante ko oto rego na apresi a roko kan du amor efficient fasi. Fu matawai smas refi apetekend apa si chawan lo okasi fu ontwikkeling kong. Je sabi dat die matawai kondre de ma de vrouw e prani wallo, dus voor marketing serie de sani kan psa wa boom fasi, wa more betre fasi, wa regulier fasi, a continuïteit e kon more betre sabi e fa wat rai lagi adem more moeilijk voor de smacha de producto qua foto. Maar ook toe traontwikkeling, toerisme kan ontwikkelen. Dat bij mama passie het jouw boon zijn, ik kom maar kan jouw ook toe takro zijn. En dat precies dat bij ACT probeer voor jouw discussie kon tap gaan van waar je wang jouw op de boon zijn kon en je orde moro takro zijn door ze. Je hebt een ervaring met een kostenplaatje te. Je orga bij een doro matawai voor du en uroko. Sabe kost je orga voor me kwam trip go na matawai? Ja, dus a orga voor matawai be lukumoro na transport si, maar me denk je een charter na ongeveer maar 5000 SRD. Of na wam 10 charter. Pe nu ik kan thankful en rego en if binnenkort wang een service station de afpassie. Ik kan opereren ki een fractie voor de kosten, no? Ki transport. Dus een vallig boom ontwikkeling voor meka transportkosten zakken kon drastisch. Zijn je oproep die Amatawai gemeenschap? Begin praxerie, vijf voor gebruiken passie. Want a passie kan je wel loon zijn, maar om begin praxeren, want wel lo orga, wel lo sma o jompo tap a matawai kondre. Nanga a passie. En om de voorbereid. Dat is wan jepi. De voorbereid. Zou je maar taki dringi dressi waktisiki, no? No, je roko de bezig nanga matawai voor me kwam plan van den kanset den libi makandra. Wat ten atori die si economische babisi? U praxeer dat a een van jaren die si a plan moest de in grote lijnen ready. Eigenlijk wan boompjes roko dugba die boven Saramaka vanaf beta committee vertrouw. Maar daarom sakaliba guamaho en a pis dat die op zou vanaf tra weekend zo. Dat wil begin roko tapadati. En wat gebeurt daar? Dan heeft dus de Gramang na de smaak van Matawai op een plan de
de pot dat pesa de wani van de wang tja ontwikkeling ja precies en de wang onderhandelingstuk de wang investeringstuk if de wang got tak na investering dus eigenlijk na wang onderliggend document die a matawai gemeenschap voor go onderhandeld ja a ontwikkeling werkelijk sa de pot na papieren. De 44-jarige Deep Narayan Ramkelawan was aan het werk toen hij opmerkte dat er iets mis was bij een van de buren. Het scheen dat er daar een roofoverval plaatsvond en de heer Deep Narayan, militair in het dagelijks leven, is toen gegaan om dit gezin te helpen, te redden zonder, en daarmee zijn eigen leven op het spel te hebben gezet. Nou, dit heel verhaal heeft een heel dramatisch afloop, een heel noodlottig gevolg. En dat is dat de heer Deep Narayan Ramkelawan zijn eigen leven op het spel heeft gezet. En als gevolg van schoten of als gevolg van schoten is hij dan om het leven gekomen. Wij van TBN Prime Alert hebben gemeend vandaag een bezoek te brengen aan de familie om toch wel te praten over het heldhaftig optreden van de heer Deep Narayan Ramkelawan. We spraken met diens weduwe en dat is mevrouw Mala Ramkelawan Durga. Maar mevrouw Ramkelawan die heeft gevraagd om haar niet in beeld te brengen. Of u ziet haar wel in beeld, maar we hebben de zaak een beetje geblurred. En dat is vanwege privacyomstandigheden, maar ook het feit dat zij een beetje in vrees is, een beetje in angst leeft. Wij als TBN Prime Alert, wij wensen de familie Ramkelawan heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen, in deze donkere dagen voor de familie. Maar aan de gemeenschap vragen wij ook dat zij niet vergeten het optreden van de heer Deep Narayan Ramkelawan, 44 jaar oud, want dat is toch wel een heldhaftig optreden geweest. Wij voeren u naar het vraaggesprek met mevrouw Mala Ramkelawan. Mevrouw Mala Ramkelawan Durga, kaise ba? Ab kaise chalat ho sa? Ab tani wel moeite karila, maar wel ab belik verteer na hovega, or ab belik biswas na parega, ki hamar admi se aisan hassa bhelba. Hamar ka jingi bhar khate go hamar upar ego klap ba. Ya, hamme ego ladka ba, dusre ke bachavat ke daim mein mal lad admi apne ke offer kar de is, uchi jo hamme bahut paindlak hovega. Ja, hamar admi ego admi raha jo altijd die des khat kamail ba 26 jaar dins kamais ba ullanti khatin es kamail ba okar u fast pos raha marina nadan fayablo okar baat cif dins aur ohi kaam ke niksat mein aaj hamar admi ohi kaam ke piche oke sab dhak dil ba jo dusre ke pachais ba तीन लड़का के और एगो औरत और एगो आदमी के एगो हीला कसेन के हमार आदमी बचाए लगा दूसरे के सेफ करिल और अपन लड़का और ओकर औरत अनाथ हो गए कई बजल रहा अब जब बरखत पहले अब ऊंची तो तू जो हमसे फराक पूछेगा मरखा तू टेम पे बहुत सवार रहा कितना देर बैल कर ली कौन ची भैल बस बनाई लगा मैं यहाँ क्वात फोर तुई आई के हमें यहाँ सनेसा देवे तो हमें तू सो तो भला एगो औरत हो के कैसे तू फिरी करिए कि एगो के सनेसा एरा देवे आ वहाँ के एगो ऊ रहा ऊपर कोलीखा लगन कोलीखा लगन आइस रहा वहाँ के तो ही जब आई के हमें सनेसा देवेगा कि तोर आदमी और अपना बा तो हम एक बुन्ना विश्वास कर लावन हमार आदमी के ऊपर हम त्रस्त रही ली वो जोन रकम अपन जिंदगी में काम करी सर और ये चीज़ जोनों से भैलबा मोसे ओकर बारे में को नोइत ना परवाह करे रही ली और जोन इंसानों के दागिल वो इंसान इस पे फ्रेई घूमे हैगा वो कैसा बन बोले हैगा हम आलते ही पूछी ला कि कहाँ बा कैसे पकड़ान ऑफ ना पकड़ान बोले अब बेलेक ना पकड़ान बा जोन इंसान इतना एरलक है इससे ही देश खातिन काम करिस बा हर एक इंसान के आगे ओकर नाम जोन इतना ऊंचा भइल बा सबके खातिन उमर मिटल और आज देख ओकर औरत लड़का एकदम से बिखर गए अब सोच तो ओकर औरत लड़का से का होएगा अब हम ऊपर करीला कि जब सरकार कुछ मांगी करे तो ओके चाहिए हम लोग के संगे भी न्याय करे के हमार आदमी देश के पीछे मरल बा
और जो जहां भी होकर उमरान जहां ओके सबन दागिस भी बा ओहू लोग के चाहिएगा इंसाफ करे के हम लोग के संगे वाल हमें भी एगो लड़का बा पोसे के हैं हमें भी एगो बच्चा पोसे के बा ओ हमार हाथ गोर रहा उ दिन मने राम खेलावन घरे रहा कैसे रहा उदिन उदिन के बारे में थोड़ा बता सके उदिन के बारे में हम तुमसे का बताई तुमसे पूछ बरीसन के बारे में इतना लीफ इतना मोई आदमी कि हमें चीज चिराग ले के चले कि मैं उतना बढ़िया आदमी में अपन जिंदगी में कभी ना देख ली दिन भर इतना मोई से रहा हम कहाँ कभी जन ली कि जो जाएगा और ऐसा हादसा हो से होएगा हमरे संगे बैठल हम लोग संगे संगे बैठली खैली सब चीज़ करवा साथे साथ बोले हम जाएला काम मापे ऊपर एलफ घर है बाटी 10 बजे रात के मुके बैल भी कर ली उसे बतियाली हमसे बोले माँ अब हम ऊपर एलफ घर है बाटी कहाँ जब 12 बजे जागीला मुके जब देखीला घर में ना बात हम एक बहु बैल करी जिसे पगला महामार आदमी के बरेख्ताल क्यों ना बा कभी उस दिन से हमारे घर है ना आए लोकर बरेख्ताल क्यों ना बाबू गुजर गए बा और जब हम जान ली कि कौन सी खातिन गुजरल बा ही देश के पीछे तो हम तो से ना बता ही सकीला दोनों कंती हमें गुस्सा लगल हमें पेंदलक भइल वो अनाज हमारे खसेन एकदम एकदम बिखर गया हमारा आदमी चल गया आख्तन देर तक यार लीफ थे इत पे हमारा आदमी चल गए 17 बरिस के बिटिया छोड़ के गए और हमारा सिटीवासी भी ना मोई बा हम सच्चे बताएला हमार सिटीवासी भी ना मोई बा हमू भी एगो औरत बाटी जो नॉर्मल औरत ना बाटी हम उसे ज़्यादा ना बताई पावे कौन सी हादसा अच्छा ना आप तो बीमार बाते सो दस ऊ रोज ऊ नॉर्मल काम पे गल और बोले रहा कि 10 बजे रात के घर आवत माँ जब तू देख लेना आओ तो तू भी इनके लिए बैल करे हाँ वो बोले रहा एलफ एलफ यूर घर आओ फिर एलफ घर आवत और हम एक औरत बाटी जहाँ हमारा आदमी चाहे जहाँ जाएगा तो जब 10 मिनट लाती होगा तो हम अपन टेलीफोन ले के चले लगी ला जब हमरे में ना रहे तो मैं कौन से बोला बैल कर हमारा आदमी कहाँ रह गए मैं कहाँ हम कभी ना फरवाह करे रही ले कि हमारा आदमी के सनेस आई कि वो ना रह गए बा तब वो हमें विश्वास ना पड़ल कि हमारा आदमी ना रह गए बा हम ना हम सबसे लड़ी सबसे पूछी मजे हम लातर जाए के ओकर खून देख ली बाटी कहाँ दगान है तो उससे ज़्यादा हम तो से ना बताई पावे कल एक चीज़ बोला बे सब एगो इंसान बात सबके चाहिए समझे के किसाई थम में कौन पेंदलक मिट्टी होवेगा एगो स्वार सलाह बा फैमिली खात आप लोग के खात आज हुसैन एगो बहुत स्वार कलाब बा स्वार कलाब अब हमार लीफा दोन ऊ हमार लीफा रहा ऊ हमें देखा था हमें सब जगह हम बहुत बहुत चीज़ बाकी जो हमसे भाई लगा हम ना बताई पावे मऊ हमार सब कुछ रहा सब चीज़ रहा मैं ना माई ना बाप ना सास ना ससुर कोई वो हमार सब चीज़ रहा जितना बात हम उसे बतियाती हम दूसरे से ना बतिया ही सकेला और हमें पैंदलक होवेगा कि आज हमारा आदमी ये रकम ये दुनिया से गैल बा सब कोई बोलेगा कि हाँ तोर आदमी ये देश खातिन गैल बा अच्छा मान ले वो बात सच बा कि ये देश खातिन गैलेगा मैं एक दाइन तो इंसान के भी चाहिए पूछे के कि हमसे भी का भैल बा कौन दुख में ऐसा ही थम बाटी ये दिल ना मानेगा आज तक खड़ी तू तो लड़का भी हमारा लड़का तो रात दिन रोवे और अर्ध में पूछेगा कि हम तो से बता ही ना सकेला फर्दीता एक हम लोग दोनों जने बहुत बहुत दुख में बाटी बकैन बा मफरा राम खिलावन कब ओकर क्रेमासी की तो मत्ती परे हाँ ओकर वो क्रेमासी होएगा 3 फरवरी दौंदरदाग के वैखनासी में ओकर काम के ओकर 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 बास ओकर काम के मने लोगों नोटिसी लेल बा फैमिली से हाँ ओकर बास जोन बा यानस वो जहाँ कमाता है एक नोटिसी ले इस बा और दूसरी जगह और कमाता फाया ब्लो मारीने सब कोई वेल थोड़ा थोड़ा जितना वो सबसे हैप्पी कर पाएल बा कर इस बा माँ की इतना भी ना बा वन अब जब 13 दिन के काम दोन हो गए तो हम लोग बचब अकेले हम लोग बचब और हम एगो औरत बाटी हम काम ना कर पाएला वो चीज़ ना बताई पावे कि काहे के ना और काहे के ना कि हम काम ना कर पाएला तो एगो इंसान जो ठीक वाला हो तो समझ जाएगा परसिस की कौन चीज बदल करेला सब चीज़ ना मांगेला बतावे मैं कि वेल हमार हमार एक हाथ और हमार एक गोड़ छिनाई गए बा और हम होपा करेला कि लांटी और जहाँ दगान बा हमार आदमी दूसरे के लीफ और रैदक करत में गल बा उ सबके भी चाहिएगा हमसे न्याय करे के
ऊंचे जो ओकरे में इंसानियत होएगा तो सब के चाहिए मान लगे अपने से चल के आए के और न्याय करे के। देख भाई तेरा रोष टलक सब कोई बोली हम ई करब हम ऊ करब हम वा करब है, मैं जब 13 दिन के काम यहाँ दोनों हो जाए तो हम जाना इंसान सब कोई अपन अपन भागे लगेगा तो कर बातों के कोई ना जानेगा। वहाँ हम हो ऊपर करीला कि जहाँ दगान भी बामार आदमी उ सबके भी चाहिएगा आई के हमसे बतियाई के और बोले के कि तोर आदमी कितना बहादुर रहा कौन काम कर इस बा कि एगो लड़का बचा है तनी से उस सबके चाहिए हैप्पी करे के मदद देवे के कि अपन लड़का के भविष्य आगे ले जाए। वन हम एगो औरत बाटी हम काम हम में नमक एक को पुन करे के ये जो गमेंशाप है मफरा राम खिलावन लगो लास्ट दफे लास्ट बार कुछ मैंने राम खिलावन के बारे मांगे बोले राम खिलावन के बारे में बोले अपन हमार आदमी के बारे में हम में ची कौन ची बोले के तामें हम एक चीज बोला बे हम एक चीज बोला सवेरे से बोली ला तो ऐसा आदमी दुनिया दोबारा ना आई जो जो चिमार आदमी करके गैल बा बहुत कमती आदमी बा चाहे हजार सुर जाती आई हम ना किम सब के लागी कला की गिराई ला चाहे हजार आई चाहे हजार दे मत जोन ची हमार आदमी करके गैल का बिरले कोई करी काहे के हमार आदमी जोन रहा एगो दया वाला जेकरे दिल में दया भरल रहा वो गैल दूसरे के बचावत में तो एगो इंसान के बिचाई सोचे कुछ सो मार एगो आदमी ना रहा और वो जानत हा नौकर बे कि औरत भी होंदत ना बा एगो लड़का ओके पोसे के बा वो चीज वो ना सोचिस वो सोचिस कि ना सबके जी लीफर रैद कर चलो उन्हें सोचिस अपन घर में कि अपन आदमी के बोली ला हमें ऐसा आदमी पे बहुत गर्व बा सब कोई के ऐसा आदमी भी ना मिलेगा चाहे हमार टूटल बाटी हम अपन आदमी के सलूट करी ला चाहे जहाँ भाई साइड बैठ के सुने हैगा हम तो दिन भर बोली ला ऐसा आगे हम कुछ ना बोल पावे भाई अपन काम आते बहुत प्यार से करता है हमार आदमी के काम होकर जिंदगी रहा हमार आदमी के जब काम रहे 2 बजे तो 1 बजे हालफ इन घर से निकल जाता इतना जबर अपन काम चाहता हा वो जितना है भी अपन काम चाहिल बा बिरले इंसान अपन काम लो भी करत अब तैत ओकर बास देखिए कैसे रोवे जैसे लड़का बोले अपन एगो तिगरी लाश करिस बा बोले दूसरा ऐसा इंसान ना बा जोन इंसान गल बा राम खिलावन जोन गैल हैगा दीप राम खिलावन बोले दूसरा ना बा बहुत धन्यवाद आपके मफरा राम खिलावन एंड हिल्फ इज डायरेक्टर टू खोवेंस। हाँ मैं एक चीज़ और बोली ला फोर दात तो लगन यहाँ से जाए एक चीज़ बोली ला सरकार के चाहिए हम लोग के संगे न्याय करे के और हमारा आदमी जहाँ दगान बा भी उस सब के चाहिएगा आई के हम लोग के संगे भी न्याय करे के वहाँ दूसरे के बचावत में हम लोगन के लिए फक्का पौत हो गया बा और हमारे खाते को बहुत बड़का क्लब बा। De politie van resort Münder heeft op 17 februari 2016 de 57-jarige Henkie C. en de 43-jarige Mario W. aangehouden. De mannen hebben een inbraak gepleegd in een woning te Charlesburg. Uit de woning zijn weggenomen 4 antieke klokken en een antieke kast. Bij de aanhouding heeft het tweetal bekend de goederen te hebben gestolen. De kast is thuis bij een van de verdachten aangetroffen en in beslag genomen. Henkie en Mario zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Intussen heeft de politie ook achterhaald waar de antieke klokken zijn. De rechtmatige eigenaar heeft zijn kast teruggekregen en mag ook zijn klokken afhalen.